Goedenavond, welkom bij Lala Love You. Dit webinar is een initiatief van de Huizen van de Mens Vlaams-Brabant. En dit gesprek is de laatste in een reeks van drie webinars over liefde en relaties. Ik ben Emma Daleman en ik zit hier vandaag met Elisabeth Timmermans. Dag Elisabeth. Hallo Emma. Hallo. Jij behaalde jouw doctoraat in de sociale wetenschappen van de KU Leuven. En jij deed ook onderzoek naar de impact van sociale media en online dating op onze relaties. Je schreef dat allemaal neer in jouw boek. Yep, klopt. Liefde in tijden van Tinder, ja. En op dit moment werk je aan jouw grote droom. Je mag het zelf vertellen wat je aan het doen bent. Relatietherapeut worden en al mijn theoretische kennis ook echt omzetten in de praktijk. Oké, perfect, fijn. Elisabeth en ik gaan het vandaag hebben over online dating, de impact van online dating op onze relaties en ook hoe dat corona daar misschien iets aan veranderd heeft. Wat belangrijk is voor jullie thuis om te weten, is dat je tijdens het gesprek vragen kan stellen in de chat. Die vragen worden achter de schermen verzameld en ik kan die dan straks aan Elisabeth stellen. Dus blijf zeker tot het einde bij ons. Voilà, Elisabeth, we zijn eigenlijk helemaal klaar om in de wereld van online dating te duiken. Maar voor we beginnen, wil ik jou even kort vragen om te schetsen, wat is de rol van daten in onze relaties? En is er voor jou een verschil tussen gewoon daten en online daten? De rol van daten in onze relaties, ja, daar kunnen we het denk ik al heel lang over hebben. Maar meestal is daten het voorstappen voordat je echt een relatie aangaat. En als je mij vraagt van ja, is er een verschil tussen offline en online daten? En ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar online daten, maar terwijl ik dat onderzoek deed, vroeg ik me vaak af van in hoeverre kunnen we het onderscheid nog maken? Want als je aan online daten doet, dan is je eerste contact online. En daarna ga je dan offline afspreken. En dan krijg je eigenlijk een mix van online en offline. Terwijl als je elkaar offline voor de eerste keer ziet, hè, als je op café gaat, ik weet dat we dat ons bijna niet meer kunnen voorstellen hoe dat zoiets is. Maar hè, dan leer je elkaar offline kennen. Maar daarna ga je ook gsm-nummers uitwisselen of ga je social media uitwisselen, ga je elkaar op Instagram volgen. Dus dan krijgt die offline relatie eigenlijk ook een online aspect. Dus volgens mij zitten die twee zo sterk in elkaar verwikkeld dat het heel moeilijk is om een heel strikt onderscheid te maken. Oké. Dus eigenlijk, ja, ik hoor het loopt een beetje door elkaar. Maar stel nu, ik zeg van, oké, ik beslis dat ik toch voor op zoek wil gaan naar iemand waarbij het eerste contact online is. Mm-hmm. Hè? Hoe begin ik daar dan aan? Welke app kies ik bijvoorbeeld? Ja, dus ik denk dat we vandaag de dag bijna geen andere optie meer hebben. Hè, als we iemand willen leren kennen dat al bijna online moet. Ik denk dat online daten zeker niet de enige manier is. Je kan bijvoorbeeld ook via Instagram of via Twitter dat je een connectie aangaat. Maar als je echt zegt van oké, ik heb een doel, ik ga iemand leren kennen, ik ga dat online proberen te doen, dan moet je eigenlijk al beginnen in het hele doolhof van al die dating apps. Van welke ga ik kiezen? Er is een heel groot aanbod. En welke werkt voor mij? Wat ik zie bij de mensen die ik voor mijn onderzoek ondervraagd heb en geïnterviewd heb, is dat de meesten wel met Tinder beginnen, omdat ze dat kennen. Maar ook heel vaak gefrustreerd raken. Omdat Tinder is het meest populair, denk ik, nog altijd, het meest gekend ook. Als je daarop gaat, zie je ook dat je eigenlijk een heel groot aanbod hebt. Want hoe meer gekend een app is, hoe meer mensen daar ook op zullen zitten. Maar het is zeker niet voor iedereen een goede app. Omdat je natuurlijk daardoor, omdat het gratis is, ook heel veel mensen erop gaan zitten met andere bedoelingen. Dus dan kan het zijn dat je zegt van oké, Tinder werkte niet voor mij, ik ga iets anders proberen. En dan heb je bijvoorbeeld Bumble, waar dat de vrouw eigenlijk meer het initiatief mag nemen. Of je hebt Happn, waar dat je eigenlijk gematcht gaat worden op basis van hoe vaak dat je elkaar gekruist hebt. Hè, dat je echt kan zien van wie heeft allemaal mijn pad gekruist. Sommigen vinden dat al echt te dicht bij hun privacy. Ik denk nu ook aan, je zegt dan die grens tussen online en offline daten wordt dan eigenlijk ook weer klein. Hè, want je hebt elkaar ooit al eens gezien, misschien onbewust. Ja, en als je ziet van ik heb iemand al 30 of 50 keer gekruist, dat is misschien mijn buurman. En ik heb echt al verhalen gehoord van mensen die dan echt zo de bellen in de buurt afgaan om te kijken of die naam daarop staat.
Dus ja, ik merk wel, en vooral vrouwen eigenlijk, dat die dan bij een app als Happen zich zo wat zorgen maken van oei, hoe zit het met mijn privacy? Is dit nog wel echt heel veilig? Of mensen die bijvoorbeeld boven een supermarkt wonen, die zeggen van ja, ik kruis elke dag duizenden mensen, dus dat is niet zo interessant voor mij. Ja, ja, grappig. Zat ik er nog niet over nagedacht. Oké, dus ik hoor eigenlijk heel veel apps. Hè. Je moet zelf een beetje kijken wat dat beste is en misschien gewoon eens proberen. Maar dus oké, ik wil online daten, ik heb een app gekozen, ik ga daaraan beginnen. Hoe maak ik dan best zo'n profiel aan? Waar moet ik dan op letten? Hoe maak je een profiel aan? Ik krijg eigenlijk heel vaak de vraag van oké, geef ons concrete tips van het beste profiel en dan ga ik dat maken. Ik kan je al zeggen dat zo werkt het niet. Er gaat niet één profiel zijn wat voor iedereen werkt. Het is wel zo dat er een paar zaken zijn die je best niet doet. Dus ik stel voor dat we daarmee gaan beginnen. Dus wat je moet weten van de meeste dating apps, vooral degene die eigenlijk het platform van Tinder volgen, is je hebt een foto die eigenlijk je hele smartphone-scherm inneemt. Dus Tinder zet heel sterk in op die appearance affordance, noemen ze dat in de academische literatuur. Dus echt, ze gaan zorgen dat het uiterlijk van iemand heel belangrijk wordt, omdat je enkel een foto te zien krijgt. Dus de foto die je gaat kiezen is heel belangrijk. Daarom gebruik niet alleen maar groepsfoto's, want dan weten mensen niet wie dat je bent. En ik heb al van mensen gehoord dat ze er dan van uitgaan dat jij de minst aantrekkelijke bent als je alleen maar groepsfoto's zet. Zorg dat je zichtbaar bent. Dus als je alleen maar foto's met een zonnebril op hebt, dan gaan mensen het ook verdacht vinden. En gebruik zeker een echte foto. Dus ga niet, als je een cartoon gebruikt of geen foto, dan ga je natuurlijk bijna geen likes hebben. Dus dat is wel echt, die foto wordt heel belangrijk. Nu, het nadeel wat je dan een beetje krijgt, is dat mensen gaan kijken van oké, wat voor foto's hebben andere mensen? En dan zien ze bijvoorbeeld van amai, iedereen heeft precies reisfoto's of foto's van wintervakantie, skiën. En dan gaan ze dat ook allemaal zetten. Dus wie door Tinder gaat, die krijgt een beetje het gevoel dat iedereen eigenlijk alleen maar reisfoto's heeft of dat iedereen een globetrotter is. Dus probeer wel authentiek te zijn en bij jezelf te blijven. En in jouw foto's, ik weet dat het misschien moeilijk is, maar echt te proberen dingen te laten zien die uniek zijn voor jou. Want dat is hetgene wat andere mensen aanspreekt en waar dat zij ook het gevoel hebben dat ze iets over gaan kunnen zeggen. Dus wanneer dat iemand een foto heeft die echt uitspringt boven al die reisfoto's, dan ga je daar misschien veel sneller iets van feedback op krijgen dan wanneer dat je de zoveelste in de rij bent. Ja, dus eigenlijk je eigenheid tonen en die, ook, die mag je laten zien. Heb ik het dan goed dat je zegt van post best meerdere foto's of hoeft dat niet per se? Het hangt zo'n beetje af van wat andere gebruikers willen natuurlijk. Dus ik hoor meestal wel van als er meer foto's zijn, dat mensen een beter idee geeft van wie ze voor hun hebben. Aan de andere kant, als je alleen maar foto's kan zien, zeker op iets als Tinder, daar kan je maar ook maar een heel klein tekstje bij zetten, dan gaan mensen al heel veel informatie uit jouw foto proberen te halen die misschien helemaal niet klopt. En dat is een beetje het moeilijke eraan. Ja, oké. Interessant, dat zijn al goede do's en don'ts. kan jij iets meer vertellen over waar mensen eigenlijk op letten als ze aan het swipen zijn? Ja, waar mensen op letten, ik denk dat iedereen dat ook een beetje voor zichzelf kan uitmaken waar dat hij op let. Want het is niet zo dat iedereen op hetzelfde let. Hè. Iedereen heeft iets speciaals waar dat hij naar op zoek is of niet naar op zoek is. Wat mij wel opvalt en wat ook door onderzoek bevestigd is, van hoe meer keuze dat we hebben, dus denk aan Tinder, je kan op een dag duizenden profielen zien, dat is heel veel info voor je hersenen om te verwerken. En hoe meer info dat we te zien krijgen, hoe meer dat we echt naar heel oppervlakkige kenmerken gaan kijken. Dus dan wordt ineens het uiterlijk is sowieso al belangrijk als je alleen maar foto's te zien krijgt. Maar door die duizenden foto's gaat dat eigenlijk nog belangrijker worden en ga je nog meer letten op heel oppervlakkige kenmerken. Dus dan ga je bijvoorbeeld echt afknappen op zaken waarbij je nooit zou afknappen moest je iemand op café tegenkomen. Dus wat veel mensen zeggen, dat heeft dan met gezondheid te maken. Van dat ze echt kijken van, rookt die persoon ja of nee? En dat dan al meteen een afknapper is. Maar soms gaat het ook echt gewoon puur om de vorm van een neus of om
om wenkbrauwen die raar zijn. Echt de gekste dingen heb ik al te horen gekregen. Dus ik denk dat het voor iedereen wel een goede reflectie is om je bewust te worden van dat proces, van hoe dat je hersenen dat verwerken. En af en toe eens te proberen iemand te swipen naar rechts, die je nooit naar rechts zou swipen anders. Gewoon om eens te voelen welk effect heeft dat eigenlijk. Ja, dat vind ik een leuk advies. Nu iets grappigs waar ik nu zelf aan denk is, ik heb ook al eens op dating-apps gezeten en wat ik mezelf dan probeer voor te nemen is, soms je bent dan zo aan het swipen en je denkt dan inderdaad zo nee, nee, nee. En dan denk ik, ik ga nu eens bij iedereen die ik tegenkom proberen minstens één ding te bedenken dat ik daar graag aan heb of dat ik tof vind. Ik hoef die dan niet per se te swipen, maar dat verandert wel je hele mindset waarmee je naar mensen aan het kijken bent. En soms is dat maar, die man staat met een hond op de foto en dat is het enige. Maar dan denk ik, allee, iets positiefs. Oh, dat vind ik echt een heel goeie dat je dat zegt, omdat dat doet mij eraan denken. Wat ook al bevestigd is door onderzoek, door die datingapps als Tinder, als je daar veel op zit, dan krijg je eigenlijk een rejection mindset. Dus een afwijzend mindset, ik weet zelfs niet, gedachtegoed. Je hersenen gaan echt gericht zijn op het afwijzen. En ik had er zelf eigenlijk nooit op die manier over nagedacht. Maar je moet je voorstellen dat je op café gaat en dat je voor elke persoon die het café binnenkomt of die in het café zit, heel actief gaat denken ja, nee, of lelijk, mooi. Dat is eigenlijk iets heel bizar. En toch doen we zoiets constant op die dating-apps. En ik denk dat heel veel mensen het wel herkennen van de eerste keer als ze het gebruiken, dat ze zeggen van ja, ja, oké, okay, ja. En dan na een dag of twee dat het echt zo is van nee, 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 nee. En dat je echt bijna niemand nog leuk gaat vinden. Dus ik vind het wel een heel mooie idee van jou om eens te gaan zeggen, oké, okay, wat vind ik nu mooi aan die persoon? Ja. Ja. Ik denk nu net terug aan wat je daarvoor zei, dat soms mensen echt ziet, je kunt bij wijze van spreken duizenden profielen per dag zien passeren. Hè? Kan jij iets vertellen over hoeveel tijd mensen gewoonlijk in een dating-app steken of op welk moment ze dat bijvoorbeeld doen? Ja, ik weet niet exact hoeveel tijd, omdat ik dat zelf eigenlijk nog nooit onderzocht of niet per se naar gevraagd heb. Omdat dat, denk ik, voor iedereen heel variërend is. Wat me wel heel erg opvalt en wat ook, we hebben gekeken naar waarom gebruiken mensen eigenlijk dating-apps. En op nummer 1, dus helemaal bovenaan, stond gewoon entertainment om de tijd te doden. En dan hoor je ook wel vaak wanneer gaan mensen beginnen swipen, ja, als ze op het toilet zitten. Gekke plek om te swipen, maar als je dan de man van je dromen daar spot, om dan te weten, het eerste contact was eigenlijk toen ik op het toilet zat. Maar als ze aan het wachten zijn op het openbaar vervoer, als ze tv aan het kijken zijn en het is even niet zo super interessant, dan gaan ze zo'n beetje mindless swipen. Dus beginnen ze, halen ze Tinder boven. Dus dat is wel iets wat heel opvallend is met die dating-apps. Het is echt een beetje de gamification van de liefde. Dus mensen gaan gewoon swipen wanneer dat het hun even uitkomt en niet altijd bewust daarmee bezig zijn. En dat was heel anders in de jaren 90, als online date eigenlijk pas bestond. Dan moest je aan zo'n gigantische computer gaan zitten. Mm-hmm. En dat was eigenlijk veel actiever. Je moest daarvoor thuis zijn. Je moest echt achter die computer gaan zitten en actief gesprekken aangaan. Maar dat is eigenlijk, wanneer dat je Tinder constant in je broekzak zit, helemaal niet nodig om daar zo actief mee bezig te zijn. Nee, ik vind het wel verbazingwekkend om te horen dat we het eigenlijk zo achterloos gebruiken, maar dat we dan toch, zonder dat we het beseffen, in die rejection mindset gaan, wat dan toch gevaarlijk kan het zijn, maar vooral het zo wat harder maakt allemaal. Ja. Hè? Ja, en soms juist heel actieve doelen hebben. Hè? Dus echt zeggen van, ik wil wel een relatie vinden, maar het dan toch ergens ook tussen de soep en de patatten gaan zoeken, om het zo te zeggen. Ja, ik herken het zeker, want ik heb zeker ook al eens geswiped als ik op een bus of zo stond te wachten. Maar ik ga ook een beetje vertellen hoe ik dat dan doe. Ik probeer me wel heel bewust te zijn van welke mindset ga ik hier nu op. Mm-hmm. Want ik geloof erin dat je dan op het juiste moment wel de juiste mensen gaat aantrekken. En ik weet niet of inderdaad op het toilet, terwijl je aan het vervelen bent, of dat daar dan de goede match gaat tussen zitten. Ook het gesprek is dan misschien begint, start dan misschien nogal Ja, hangt er vanaf hoe lang je op het toilet zit. Dat is waar. Maar eigenlijk ook, je hebt gezegd, in ons proces van online daten, we hebben ons profiel gemaakt, we hebben een paar mensen geswiped, mensen die we leuk vinden. En stel nu, ik heb een match. Hoera, maar dan begint het eigenlijk pas. Hè, want hoe verloopt zo'n eerste gesprek meestal? Ja,
Wel, als je zegt hoe verloopt zo'n eerste gesprek, denk ik dat het al heel belangrijk is om te zeggen van, ik heb heel kort gezegd van, we hebben naar de motieven gekeken. Ja. Entertainment was eigenlijk, tijdverdrijf was het meest voorkomende. Maar daar zaten nog andere motieven tussen, gelijk ego boosting. Ik gebruik het om te kijken hoe goed ik in de markt lig. En dat zijn eigenlijk mensen die niet per se willen chatten met anderen. Dus die eigenlijk hun voldoening halen uit puur het matchen. Ja. Dus zij hebben echt zoiets van, oké, waarom zit ik op Tinder? Omdat ik wil kijken wie mij aantrekkelijk vindt. Vanaf het moment dat ik matches heb, weet ik dat. En dan heb ik geen nood meer om een volgende stap te zetten. Dus stel dat jij iemand bent die wel echt wil afspreken met iemand, ga je daar al de eerste frustratie tegenkomen. Omdat je hebt een match, je denkt, hoera, je start een gesprek, maar er komt eigenlijk nooit iets terug. En ik denk dat dat voor de mensen die nu aan het volgen zijn, eigenlijk een heel belangrijk inzicht is om te beseffen van iedereen gebruikt dit voor zoveel verschillende redenen en niet iedereen wil hier hetzelfde Ja, uithalen en dat is als dus ook ik. niet per se. Persoonlijk, Nee, wanneer je met nee. iemand praat en dat hij Ja. niet antwoordt of dat het stil blijft. Ja, maar omdat we wel nog altijd hebben over een datingcontext, wordt alles wel redelijk snel persoonlijk genomen. En dat is ook logisch, hè? Dus dat is helemaal niet abnormaal als je je een beetje afgewezen voelt omdat je een match hebt, maar die persoon zegt nooit iets terug. Dat is iets wat we allemaal die teleurstelling wel zouden meemaken. Maar dat is belangrijk om voor jezelf te kunnen rationaliseren van, ah ja, oké, dit hangt los van mij, dit staat los van mij. Dit is gewoon een persoon die naar iets anders op zoek is, die eigenlijk al nu eruit gehaald heeft wat hij eruit wou halen. Ja, dus eigenlijk, het is misschien een te snelle conclusie, maar zeg je dat, de betrokkenheid van twee mensen in zo'n gesprek op een dating-app is eigenlijk minimaal, of dat kan. Allee. Ja, en voor een deel komt dat ook door die dating-apps. Dus die werken dat voor een deel ook in de hand, omdat ze maken daten zo makkelijk en toegankelijk. Dus ze maken het zo gemakkelijk voor ons om te connecteren, dat ze het bijna even gemakkelijk maken om te disconnecteren. En dat zie je wel heel sterk op die dating-apps van afwijzing en teleurstelling komt daar natuurlijk in veelvoude voor. Ergens ook heel logisch, want als je op café gaat, zal je heel de avond waarschijnlijk maar met één of twee potentiële liefdesinteressen een gesprek aangaan, terwijl dat je dat op een dating app met tientallen mensen tegelijk kan doen, hè? Als je nu heel productief wil zijn. Ja. Wat wou ik jou nou nu vragen? Wat ik jou vragen is, merk je dan een verschil tussen wanneer mensen een gesprek beginnen op een dating app, dus ze kennen elkaar enkel online, maar wanneer dat gesprek zich verder zet in een andere app bijvoorbeeld, is dat een verschil? Verandert dat iets? Of er een verschil is, ja, sowieso. Als we vertrekken vanuit het typische design dat Tinder heeft, hoe we het altijd gekend hebben, is eigenlijk van je kan er alleen chatten met elkaar. Dus je kan bijvoorbeeld geen video's doorsturen. Dat hebben ze ook ergens bewust gedaan. Omdat Tinder was de eerste app die gericht was echt op het heteroseksuele dating. Dus voor Tinder bestond er bijvoorbeeld al Grindr. Dat was meer gericht op homoseksuele gebruikers. En binnen die heteroseksuele context van Tinder begreep natuurlijk van, ja, die vrouwen, wij willen die aantrekken. We willen genoeg vrouwen op ons platform krijgen. Maar we willen ook dat die zich veilig genoeg voelen. En wat gebeurde er in andere, de typische online datingwebsites voor Tinder? Daar kon eigenlijk iedereen contacteren. Dus heel veel vrouwen kregen, als ze een profiel aanmaakten, gewoon een racem berichtjes binnen van mannen waarin ze eigenlijk nooit hun interesse getoond hadden. Dus dat is al het eerste grote verschil. Je moet eerst matchen voordat je kan praten. Dus vrouwen konden voor de eerste keer eigenlijk heel selectief zijn in wie ze toelaten om het gesprek met hun aan te gaan. Maar ten tweede heb je ook nog het ding dat je niet zomaar berichtjes kan sturen. En dat is voor vrouwen aangenaam omdat ze niet zomaar dickpics kunnen krijgen, Ja. bijvoorbeeld. Dus voor hen is het eigenlijk interessant om pas naar iets anders te gaan. WhatsApp of Snapchat of TikTok, weet ik veel wat mensen tegenwoordig doen.
is voor hun interessant om zo die info pas te delen wanneer ze het gevoel hebben dat er voldoende een klik is om te vermijden dat ze eigenlijk content gaan krijgen die ze helemaal niet willen op dat moment. Nee, maar eigenlijk, wat je vertelt, je zei dat die man-vrouw of mannelijk-vrouwelijk, hè, dat die relatie toch wel belangrijk is. En je vertelde daar straks ook over app Bumble bijvoorbeeld, mm-hmm. waar dat dan vrouwen de eerste stap nemen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik vind het eigenlijk heel frappant om toch bepaalde patronen in het man-vrouw gedrag te zien. Zoals ik net al zei, van, hè, vrouwen hebben voor de eerste keer eigenlijk de macht om te kunnen beslissen wie hun mag contacteren door het matchingproces. Dus vrouwen gaan eigenlijk als ze swipen heel selectief zijn. Want hè, ze hebben zoiets van, oké, als we dan een match hebben, moet het wel echt een goede persoon zijn. Dus ze zijn heel selectief. En daardoor krijg je dus eigenlijk mannen die, als ze te selectief gaan zijn, zo goed als geen matches hebben. Want die vrouwen zijn al zo selectief. Dus mannen moeten eigenlijk al minder selectief zijn om hun kans op een match te vergroten. Mm-hmm. En dan merk ik wel dat mannen juist in het volgende proces, dus als ze matches hebben, dan iets selectiever gaan zijn en bij hun matches echt goed gaan kijken, oh, wil ik wel een gesprek aangaan met deze persoon? Is die interessant genoeg voor mij? Terwijl dan die vrouwen denken van, oké, nu heb ik eens een match en nu zegt die persoon niet eens iets tegen mij. Zo. Dus dan ga je eigenlijk al zo die processen creëren. En wat ik ook vaak van mannen hoor, is die dus op Tinder of Happen of iets anders zitten, van, ja, ik moet altijd het gesprek beginnen. Dus precies voor zo in die online wereld toch nog die traditionele offline datingrolpatronen aanhouden, van de man moet de eerste move maken. En die mannen die echt zoiets hebben van, ja, het lukt me niet, ik moet altijd de eerste move maken, ik weet niet meer wat ik moet zeggen, die gaan dan gewoon beginnen met, hey, hoe gaat het? Hè? Vindt niemand interessant. Voor hen kan het dan interessant zijn om eens een keer Bumble te proberen, omdat daar echt de vrouw het initiatief moet nemen. En ik weet niet of je daar iets over weet, nemen die vrouwen dan een ander initiatief? Omdat je zegt, een man zegt dan misschien al, hey, hoe gaat het? Doen vrouwen het daarin beter of anders? Dat hangt van vrouw tot vrouw af. In het algemeen, los van dat ik te veel in stereotypes wil gaan spreken, maar in het algemeen zijn vrouwen wel sowieso iets beter in echt dat sociale contact aangaan. En weten zij dat, dat ze verder gaan komen dan puur met een droge hei, hoe gaat het met u? Dus ik kan me wel inbeelden dat daar iets meer creativiteit in speelt. Maar je hebt natuurlijk ook, en dat heb ik ook echt gezien, en ik benoem dat een beetje als de nieuwe Casanova die op die datingapps geboren is, is zo de man die heel goed gevat kan schrijven en grapjes kan maken. Dus een talent waarmee dat die in de offline wereld niet snel zou opvallen, maar in de online wereld ineens heel veel harten kan gaan veroveren. Ja. Want je hebt eigenlijk een ander soort skills nodig. Ja. Je vertelde daar straks ook, hè, in het begin was je aan het vertellen, van, ja, in deze tijden van corona, het is moeilijk om aan gewoon daten te doen, want je kan al bijna niemand meer echt in het echt ontmoeten. Heeft corona volgens jou iets veranderd aan dat hele proces van online dating? Ja, het is natuurlijk nog iets vroeg om echt al met wetenschappelijke conclusies te komen. Dus we hebben wel meteen onderzoek daarnaar gedaan, maar ik kan nog niet te veel daarover vrijgeven. Maar wat we wel hebben gezien, is videodaten. Dat was iets wat eigenlijk niet super populair was of niet echt gedaan werd. Ook de meeste apps hadden niet eens een videochat-functie. Maar door corona is er ineens een beweging ingekomen. En dan is het ineens zoiets van, oei, blijkbaar moeten we daar toch op inzetten. Want zeker als we een jaar teruggaan, die eerste lockdown was voor heel veel mensen wel schrikken. En voor heel veel singles kwam zoiets ook wel best hard aan, omdat je ineens hyperbewust wordt van jouw single-status. We mochten toen niemand zien, we mochten bijna niet buiten komen. En als je dan single bent, dan kan dat wel heel beangstigend overkomen. En dan merkte je wel dat die dating-apps op dat moment ook gebruikt werden als een soort solaas, als een vorm van andere singles tegenkomen die in hetzelfde schuitje zaten. Dus met wie dat je echt meer kon praten over die situatie waar dat je eigenlijk allebei in zat. En ik denk dat er toen op dat moment ook veel meer diepgang in gesprekken kwam. Dus dat er een soort vorm van slow dating ontstond,
Nu zijn we alweer een jaar verder en denk ik dat dat ook alweer voorbijgestreefd is. Dus dat dat niet meer zo heel belangrijk is ondertussen. Nee, en in dan zo tijden van één knuffelcontact, je mocht eigenlijk ook niet buiten, moest echt binnen blijven, heb je dan mensen bevraagd of met mensen gesprekken gehad? Wat ik eigenlijk wil vragen is, in hoeverre dat je daar iets over kan zeggen, gaat in tijden van corona sneller of trager om zo'n echte band te hebben? Want ik kan me wel voorstellen, als je met iemand aan het daten bent vroeger, je kon zo wat losse contacten hebben of je kon dan eens op café zien of op een feestje. Maar nu moest dat misschien al meteen, vanaf dat je iemand kust, is dat dan jouw knuffelcontact? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk sowieso voor heel veel mensen dat die in een soort versnellingsmolen terecht zijn gekomen. Dus de mensen die aan het daten waren, gingen ineens samenwonen. Maar ook omgekeerd, de mensen die wel een relatie hadden, die werden ineens met hun neus op de feiten ook gedrukt en die zagen ook sneller wat er goed liep of juist heel fout liep in die relaties. Dus ik denk in het algemeen dat relaties en daten daar wel veel gevolgen van heeft ervaren. En dan zeker, ja, er komt zo een extra onzekerheid bij. Ik weet dat sowieso wel veel singles bezig zijn met seksueel overdraagbare ziektes bijvoorbeeld. Maar nu ineens, er was corona en dat leek zo een extreem overdraagbare ziekte wat nog veel sneller ging dan wat ze wisten van SOAS bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat sowieso wel heel sterk heeft meegespeeld. Maar het hangt dan ook weer af van jouw persoonlijkheid, hoe dat je daar mee omgaat. Hè? Ja, en denk je dat, maar je zei van zo'n videodaten bijvoorbeeld, is dat nu wel een ding geworden, wat het daarvoor niet echt was? Ook omdat je zegt van bepaalde apps hebben die optie toegevoegd om te kunnen videobellen. Denk je dat dat iets is dat wel gaat blijven? Ik denk, en dat zie je eigenlijk heel vaak, hè, als je zo naar technologie kijkt, van door corona had je ineens alleen nog maar het videodaten, dus werd het heel interessant. Maar vanaf het moment dat we weer echt kunnen gaan afspreken, gaat niemand nog willen gaan videodaten. Dat is zo'n beetje met van die uitspraken, offline is het nieuwe online. Vroeger betaalde je meer voor een Airbnb of een huisje in de Ardennen met internet. Nu betaal je al meer voor een huisje zonder internet. Dus zo een tendensen zie je eigenlijk ook in dat dating-app gebruik. Ik denk eens dat we onze vrijheid terug hebben, dat het swipen gaat zijn en dan zo snel mogelijk afspreken. Dat iedereen zo wat genoeg heeft gehad van al die sms'jes en videobelletjes. Ja, dat zou wel kunnen. We hadden het in het begin ook over het kiezen van de juiste apps. En je zei al, eigenlijk apps als Tinder, die zijn intussen heel gekend. Maar je hebt ook wel wat, je hebt meerdere apps, ook niche-apps. Bijvoorbeeld LGBTQ+, heb je gezegd, relaties. Of voor mensen met een handicap. Er zijn zelfs apps voor mensen die een affaire zoeken. Ja. Dus voor iedereen wat wil. En ook Facebook heeft onlangs zijn eigen dating-service gestart. Maar wat ik eigenlijk van jou graag wil weten is, hoe werken eigenlijk die apps allemaal? Zijn hun functies en algoritmes gelijkaardig of is dat echt heel verschillend? Ja, ik vind het heel interessant dat je het woord algoritme aanhaalt. Omdat ik toch merk dat, ondanks dat we allemaal wel ongeveer een idee hebben van wat een algoritme is, merk ik dat toch weinig mensen echt beseffen dat er ook algoritmes achter die dating-apps zitten. En hoe zouden die dan ongeveer werken? Ik heb ook al, ja, omdat ik al 7 jaar, 8 jaar ondertussen onderzoek doe naar die dating-apps, krijg ik heel vaak de vraag ook van bedrijfjes die een nieuwe app aan het opzetten zijn, die dan mijn input of expertise vragen of zo. En ik merk dat die allemaal een beetje met hetzelfde worstelen van, hoe gaan wij mensen aan elkaar aanbieden? Hoe kunnen wij zorgen dat twee mensen aan elkaar getoond worden die ook effectief interesse in elkaar kunnen hebben. En, hè, want je wilt vermijden dat je bijvoorbeeld een 50-jarige aan een 20-jarige gaat koppelen, tenzij dat jouw niche-product is natuurlijk. Hè. Dus al die datingbedrijven die gaan eigenlijk een algoritme ontwikkelen. En dat algoritme gaat bepalen wie dat gematcht wordt bij elkaar. En over Tinder, het algoritme, daar weet ik het meeste over, heb ik ook al echt onderzoek naar gedaan. En heel lang geleden, een paar jaar geleden, want zo lang bestaat het nog niet, is dan naar boven gekomen dat Tinder met een soort ILO-score werkt. Dus dat is eigenlijk een aantrekkelijkheidsscore. Dus elke gebruiker die een Tinder-profiel heeft, heeft van Tinder een ILO-score gekregen. En hoe gaan zij die ILO-score bepalen? Ze gaan echt kijken. Hè. Tinder verzamelt heel veel van onze data. Dus
Als jij profielen te zien krijgt, dan weten zij welke profielen jij naar rechts swipt en welke profielen jij naar links swipt. En als het een slim algoritme is, dan gaat die daar echt voorspellingen op kunnen doen. Dan gaat de algoritme echt weten van, oké, dit vindt Emma een heel interessant profiel en dit gaat Emma geen interessant profiel vinden. En die ILO-score die helpt daarmee. Dus mensen die meteen naar rechts geswiped worden, die krijgen een hele hoge ILO-score. Mensen die meteen naar links geswiped worden, die krijgen een hele lage ILO-score. En dan mensen bij wie er 5 seconden lang wordt nagedacht voor ze naar rechts geswiped worden, krijgen dan een iets lagere. Ja. En zo werkt het eigenlijk. Dus ja, ik denk dat de meeste apps zo op een manier een algoritme gaan bouwen. Maar wat ik dan als onderzoeker daar een bedenking bij maak, is eigenlijk van wij vertrouwen dat die apps beter weten wie bij ons past dan wij zelf. Want zij gaan door het algoritme bepalen wie dat jij te zien krijgt en wie volgens hen eigenlijk interessant is voor jou. En daardoor ontnemen zij jou eigenlijk voor een deel de kans om zoiets zelf nog te bepalen. Ja, want je vertelt dat je kent het algoritme van Tinder het beste en dat is heel erg op uiterlijk gericht. Hè? Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook andere dating-apps waarin je denk ik meer je interesses en zo moet invullen. Mm-hmm. Worden er dan ook zo van die scores toegekend aan profielen? Of hoe werkt dat dan? Wat het andere, en dan wordt het eigenlijk meer zo'n beetje een format gelijk blind getrouwd. Hè. Bij sommige dating-apps of websites moet je echt een hele vragenlijst invullen. En dan gaan ze zeggen van ja, op basis van die antwoorden zijn jullie een 95% match bijvoorbeeld. Hè. Dus wij schatten wetenschappelijk gezien, zeggen ze dan, de kans zo groot dat jullie goed bij elkaar gaan passen. Nu, als ik kijk naar de wetenschappelijke studies, dan zie ik eigenlijk dat er totaal geen predictie of voorspelling kan gemaakt worden over of twee mensen samenpassen of niet, als die elkaar nog nooit hebben gezien. Dus zoiets ga je eigenlijk pas kunnen beslissen wanneer dat twee mensen elkaar ook effectief hebben gezien, een vorm van interactie hebben gehad. En dan ga je eigenlijk pas min of meer waarachtige voorspellingen kunnen maken. Maar in theorie kan je dat eigenlijk totaal niet doen wanneer mensen elkaar nog nooit gezien hebben. Dus wat die dating-apps beloven, klopt eigenlijk niet. Nee. Oké, en eigenlijk, maar krijg je dan, als je op Tinder bijvoorbeeld zit, krijg je dan vooral profielen te zien waarvan zij denken dat je daarmee gaat matchen of niet? Want wat is eigenlijk, wat willen die dating-apps eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. En ik denk ook iets waar dat de mensen thuis veel minder bij hebben stilgestaan. Maar we zijn gewend, en zeker de jongere generatie, we zijn eigenlijk gewend dat we heel veel dingen gratis mogen gebruiken. Hè. Zoals Tinder kan het gratis downloaden. En we beseffen dan niet altijd dat we daar betalen met onze data, met al onze gegevens, waardoor zij dus die algoritmes steeds slimmer en slimmer kunnen maken. Maar we hadden dus die vraag van, oké, de algoritme van Tinder, als dat er is, wat wil dat eigenlijk bereiken? En we hebben dan een studie gedaan. En in die studie hebben we eigenlijk Tinder-gebruikers 6 weken lang opgevolgd. En die hebben dan telkens als ze Tinder hadden geopend, kregen die een heel korte vragenlijst van ons. En in die vragenlijst gaven ze informatie over wat profielen ze gezien hadden, of ze dat interessante profielen vonden of niet, hoe ze zich voelden op het moment dat ze swipten en dus dergelijke info. En dan zagen wij dus dat over die periode van 6 weken, dat in het begin, wanneer mensen gestart waren met het gebruik van Tinder, dat ze eigenlijk heel interessante profielen te zien kregen. En dat was een manier van Tinder om eigenlijk te zeggen van, kijk, wat wij jullie te bieden hebben. Dus eigenlijk een beetje de etalage. Ja, het is de moeite om ons te downloaden. Ja, dus blijf zeker hier online, want we hebben super interessante profielen voor jou. Dus de mensen zijn heel enthousiast, gaan willen blijven swipen. En dan na die eerste, tweede, derde week, dan zie je eigenlijk dat die piek voorbij is en dat ze steeds minder interessante profielen te zien krijgen. Dus voor Tinder is het natuurlijk zo, als je terugdenkt aan die ILO-scores, dat gaat voor de mensen die een beetje iets van statistiek weten een normale curve volgen, dus een normaal verdeling volgen. Wat wil zeggen dat je een kleine groep van super aantrekkelijke mensen hebt, een kleine groep van echt totaal niet aantrekkelijke mensen en de meeste zitten daar zo wat tussenin.
En Tinder gaat in het begin jou die super aantrekkelijke mensen willen laten zien, zodat jij gaat blijven swipen. Maar hoe langer dat je swipet, hoe meer dat je eigenlijk minder en minder aantrekkelijke mensen gaat zien. En jij beseft dan van Tinder heeft wel wat ik wil, maar ik kan er op dit moment niet aan. Hoe zou ik er wel terug aan kunnen? En dan merk je ineens dat Tinder allemaal betalende opties heeft. Dus het algoritme is eigenlijk op die manier ontworpen dat jij, het is een freemium business model, dus je mag de gewone functies gratis gebruiken, maar als je iets extra wil, dan moet je bijbetalen. En dat algoritme is zo ontworpen dat jij eigenlijk een beetje gefrustreerd raakt in jouw swipinggedrag, waardoor dat jij toch gaat overwegen om te betalen en een betalende functie te gebruiken, waardoor dat je eigenlijk weer een meer interessante ervaring krijgt. Okay. Okay. Nu, Tinder moet er wel mee oppassen, want als jij zo gefrustreerd raakt dat je niet meer de app gaat willen gebruiken, dan zijn ze jou ook kwijt. Dus ze moeten eigenlijk, ik teken normaal altijd dan twee lijntjes als ik daar een lezing over geef. En dan zeg ik van ja, het belang van Tinder is eigenlijk om de gebruiker tussen die twee lijntjes te laten blijven. Als ze erboven gaan, dan zijn ze zo tevreden dat ze de liefde van hun leven vinden en dan gaan ze zeker niet betalen. Als ze eronder gaan, zijn ze zo gefrustreerd dat ze de app verwijderen en dan zijn ze hun potentiële klanten ook kwijt. Ja. Aan de ene kant zou ik dan denken van oké, dating apps, dat verbreedt mijn horizon, want ik ontmoet mensen die ik in het echt misschien nooit zou ontmoeten, misschien ook mensen van andere steden, al die dingen. Langs de andere kant hoor ik dan hoe dat de algoritmes zijn opgebouwd en het feit dat we zo kritisch worden naarmate we meer swipen, zou ik misschien net heel veel mensen geen kans geven die ik in het echt wel een kans geef. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Verbreedt dat jouw datingpool of maak je die net kleiner? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat het een beetje van afhangt in hoeverre dat jij je bewust bent van al die psychologische processen en die algoritmes. En je eigen gedrag misschien ook. Ja. Dus ik zou zeggen, wat ik heel vaak zie bij mensen die uiteindelijk hun partner op Tinder of een andere dating-app hebben gevonden, die gaan het heel erg romantiseren en die zeggen van wauw, wij hebben elkaar gevonden. Tussen al die visjes in de zee hebben wij elkaar gevonden. Dat is gewoon zo magisch en zo speciaal. Maar aan de andere kant zie ik ook heel veel gefrustreerde mensen. Ook soms als ik een lezing geef of zo, dat mensen daarna naar mij toe komen en zeggen van ja, je zegt dat mensen veel keuze hebben, maar ik heb nog nooit een match gehad. Of ik heb alleen maar rotzakken die ik tegenkom of het lukt mij niet. Dus er is ook wel echt heel veel frustratie ook. En wat doen die apps dan eigenlijk met ons idee van liefde en relaties? Verandert dat grote aanbod of net die frustratie? Verandert dat iets aan hoe we daar naar relaties kijken? Er zijn al een paar wetenschappers die echt gezegd hebben van dat mensen een soort shoppingmentaliteit krijgen door het online daten. Dus dat het een beetje window shoppen wordt, maar dan met potentiële partners, omdat die allemaal jouw schermpje passeren. Wat ik schrijf in mijn boek is eigenlijk ja. Aan één kant is het shoppen en aan de andere kant totaal niet. Want als jij naar de winkel gaat om een nieuwe jeansbroek te kopen en je hebt genoeg geld bij, dan zal die broek wel meekomen bij jou. Maar online, of bij online daten, bij menselijke interacties, gaat het wel nog altijd om een andere persoon. En jij hebt misschien naar jouw gevoel de ideale partner gevonden, maar die andere persoon gaat daar ook weer zijn of haar eigen mening over hebben. En dat maakt het daten aan één kant juist heel speciaal, want als we moeite moeten doen, hoe meer moeite dat je doet, hoe meer commitment dat je ook gaat voelen. Dus ergens is het goed als de ander een beetje hard to get speelt. Aan de andere kant kan het ook voor heel veel teleurstelling zorgen, want je hebt aan één kant het gevoel van oh, ik heb zoveel keuze. En aan de andere kant, ja, die andere persoon heeft ook zoveel keuze. En wie zegt dat die jou als de keuze ziet? Ja, interessant. We hebben nu eigenlijk al heel uitgebreid gehad over dat online gedeelte, alles wat zich online afspeelt. Dadelijk hebben we het ook over hoe je die stap dan zet van online naar real life, om het zo te zeggen. Maar eerst gaan we even kijken naar een getuigenis van Kira. Elke keer als iemand aan mij vraagt wat mijn ervaring met online dating was, voor die toch wel korte periode dat ik dat gedaan heb, dan antwoord ik altijd met dit verhaal. Ik was nog niet zo lang single en ik ben eigenlijk direct op Tinder gedoken. Omdat al mijn vrienden zeiden van ja, doe dat, dat is leuk. En toen heb ik daar een jongen leren kennen.
die er op het eerste zicht wel leuk uitzag. Helemaal mijn type. Dark, handsome, je weet wel, typisch. En in zijn bio stond eigenlijk heel weinig. Daarin stond alleen maar, op onze eerste date krijg je van mij een courgette. Wat ik heel grappig vond, want ik dacht dat dat een seksuele innuendo was of iets in die aard. Maar op de laatste foto, als ik bleef swipen op zijn profiel, dan zag je dus wel degelijk een courgette. Dus echt een echte courgette uit een tuin. Dus ik dacht, oké, grappig. Ik ben met hem beginnen sturen, dat klikte eigenlijk heel goed. Hij leek alles leuk te vinden dat ik leuk vond. Bijvoorbeeld, hij zei dat hij vegan was, hij zei dat hij bezig was met het milieu, dat hij diervriendelijk was. Ik dacht, oké, top. We spreken af om iets te gaan eten. En toen begon alles een beetje als een kaarthuis ineen te vallen. Alles wat hij zei was niet waar. Hij was helemaal niet vegan, want hij had kaas. Hij was helemaal geen dierenvriend, want hij was allergisch voor dieren. En het was gewoon echt de vreselijkste date ooit. Hij gedroeg zich ook heel vreemd, wat dan misschien ja, een beetje gek van mij is. Maar dan begon hij te vertellen over dumpster diving en over transcending drugs en dat soort dingen. En dat vond ik een beetje heel vreemd ineens. En misschien dacht hij dat ik het type was dat leuk zou vinden. Maar ik heb dus geen idee wat van zijn verhaal nu echt was en wat fake. En als een bonus op het einde van de date, die ik ontvlucht ben trouwens door naar vrienden te sturen, gaf hij mij wel degelijk een courgette van toch zeker zo groot. Het kan al eens tegenvallen, helaas. Voor ik nog een paar vragen ga stellen aan Elisabeth, even ter herinnering aan jullie thuis. Je mag vragen stellen in de chat, hè, dan stel ik die straks aan haar ook. Voilà, be our guest. Voilà, dus eigenlijk na het verhaal van Kira en nadat we er een match is geweest, een gesprek is aangegaan, al die dingen, hopelijk een fijn gesprek, en er wordt beslist om af te spreken in het echt, hoe verloopt het daten dan verder? Hoe gaat die overgang van online gesprekken naar echte date? Of ja, echte date. Misschien moet ik het niet afdoen als een echte date, maar het voilà. Eerste face-to-face contact, ja. Wat een heel belangrijke is, wanneer dat je dus weet van ik wil iemand face-to-face ontmoeten, en zeker wanneer dat je daar graag een relatie uit zou hebben, is het heel belangrijk dat je eigenlijk binnen de 2 weken afspreekt. Oké, interessant. Omdat onderzoek dus heeft aangetoond dat wanneer je te lang wacht met afspreken, dat je eigenlijk te veel over die persoon gaat invullen. En zeker wanneer dat er nog geen vorm van videodating is geweest, dus wanneer dat je enkel gechat hebt, gaan mensen misschien wel herkennen, dan ga je in je hoofd eigenlijk al nadenken hoe zou die persoon klinken. Je gaat nadenken van hoe zou die bepaalde dingen zeggen, wat voor soort intonatie die legt, wat voor soort mopjes dat die maakt. Online kan je vaak heel snel antwoorden. En dan verwacht je dat dat eigenlijk offline op dezelfde manier gaat zijn. Dus mensen hebben meer en meer verwachtingen hoe langer dat het online contact blijft aanslepen. En als ze dan echt offline gaan afspreken, dan kunnen ze ineens enorm teleurgesteld zijn, omdat niks overeenkomt met al die verwachtingen die dat ze hadden. Je knikt alsof het herkenbaar is. Ja, ik herken het natuurlijk als idee, maar dat is een beetje wat iedereen, denk ik, heeft. Ook als je echt op iemand verliefd wordt, of misschien vroeger iemand van op school die dat je zag. Je vult, als mensen vullen altijd al het meest positieve in wanneer we iemand leuk vinden, en waarschijnlijk het meest negatieve wanneer we iemand niet leuk vinden. Ja, klopt. Want als ik, alleen stom te zeggen, maar als je nu iemand op Tinder ziet die je niet knap vindt, dan denk je waarschijnlijk ook nog dat die stinkt en niet grappig is en al die dingen samen, terwijl dat niet per se het geval hoeft te zijn. Ja, en dat is nog een heel mooi voorbeeld van geur doet ook veel met mensen. En dat het wel een heel toffe persoon is, maar dat er iets is aan de geur die dat je echt niet kan uitstaan. Terwijl dat zaken zijn die je, als je elkaar voor de eerste keer in het echt ontmoet, die krijg je eigenlijk meteen mee. Daar heb je meteen het hele plaatje, maar online heb je eigenlijk maar een heel klein beetje info over die echte persoon en de rest komt dan pas bij die eerste face-to-face ontmoeting. Dus daar hangt best veel van af en mensen kunnen heel snel een no of een go geven op basis van hoe die allereerste interactie loopt. Wat ik ergens heel bizar vind, want zeker als je mensen kent die bijvoorbeeld op hun beste vriend of vriendin uiteindelijk verliefd zijn geworden, dat is soms een proces dat jaren heeft geduurd en dan zijn ze ineens verliefd. En
Het is zo, dat zie je ook als je naar blind getrouwd kijkt bijvoorbeeld. Je hebt mensen die instant verliefd kunnen worden en mensen die van begin al aangeven, ik ben iemand die daar tijd voor nodig heeft. Dus als jij zo iemand bent, als je weet dat die impulsieve spetters en vonken bij jou niet snel komen, mag je zoiets eigenlijk ook niet verwachten van een eerste date. Maar ik merk wel dat heel veel mensen toch super veel verwachtingen hebben en echt willen van het moet vlinders in mijn buik zijn vanaf dat eerste moment, anders is het dat niet waard en ga ik naar de volgende gaan. En ik denk dat die mentaliteit best gevaarlijk kan worden, omdat de kans dat je zoiets gaat hebben met iemand natuurlijk heel klein is. Maar stel dat je nog eens een paar keer zou afspreken, dan zou het kunnen dat er wel iets heel mooi uit gaat groeien. Dus vandaar dat ik altijd een beetje probeer mee te geven van, geef de dingen tijd. Probeer niet te veel te verwachten van het eerste moment, want je bent ook allebei zenuwachtig. Veel mensen geven ook aan dat het een beetje voelt als een jobinterview. Mm-hmm. Je moet echt het beste van jezelf laten zien. Je moet jezelf bijna gaan verkopen. Vinden ze ook niet altijd heel interessant. Dus mijn tip daarbij is, want dat heb ik gehoord dat echt wel voor succeservaringen zorgt, is ga een activiteit doen op die mm-hmm. eerste date. Dus ga bijvoorbeeld bowlen of naar een museum of een speciale wandeling of zo. Zodat je eigenlijk zaken doet die jou afleiden op dat moment van het feit dat het een date is. Waardoor je eigenlijk jouw meer spontane zelf kan laten zien in plaats van de typische jobinterviews. Ja, dat niet alle focus op het gesprek is, ja, per se. Ja. Eigenlijk al twee goede tips heb ik van jou gehoord. Het eerste is, spreek binnen de 2 weken af. Ja. Tweede was dat van, doe een activiteit, zodat je allebei een beetje relaxter kan zijn. Ja. Heb jij nog tips die je zou meegeven aan iemand die op een eerste date gaat via Tinder of een andere dating-app? Goh, ik denk dat dat al sowieso mijn eerste 2 belangrijke tips zijn. Misschien de 3e belangrijke tip is van, heb niet te hoge verwachtingen, want dan weet je dat je sowieso teleurgesteld gaat zijn. Je mag wel zeker een checklist hebben van, als iemand zo of zo doet, daar kan ik dan echt niet mee samen zijn. Dat mag je gerust wel hebben, maar evalueer af en toe voor jezelf van hoe realistisch is die. En kan ik wel zoveel verwachten en kan ik al die verwachtingen afchecken op basis van een eerste date? Dus om daar eigenlijk weer een stapje terug te durven zetten en elkaar weer iets meer een kans te geven. Dus een beetje van die shoppingmentaliteit afgaan. Ja, wat ik mezelf dan ook vaak afvraag, is, voldoe ik zelf wel aan die lijsten die ik hier stel? Dat is misschien ook belangrijk. Maar ook, hoe belangrijk zijn die zaken echt voor jou? Ik kan me inbeelden dat als je zelf geen roker bent, dat je natuurlijk echt afknapt op iemand die wel rookt. Maar er zitten misschien ook zaken tussen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Hè. Bijvoorbeeld van, ik wil zeker niet met een voetballer samen zijn, want die gaat elke vrijdag op café zitten en die ga ik nooit zien. Dat je gewoon moet denken van, is dat wel een realistisch beeld? En ben je niet te veel in stereotypes aan het denken, bijvoorbeeld? Ik had het daar straks al over, een online date en dan een echte date, waarbij ik zei, mag ik dat wel echt noemen? Wat maakt een connectie of een relatie nu eigenlijk echt? En zien mensen online relaties ook als echt of zijn die toch ondergeschikt aan fysieke relaties? Ik denk nu zeker in coronatijden, waarin dat heel veel connecties echt wel maandenlang misschien enkel online waren. Ja. Wat ik weet vanuit onderzoek is eigenlijk dat een online relatie zeker niet moet onderdoen aan een offline relatie. Dus er zijn echt al onderzoeken die aangetoond hebben van een online connectie met iemand kan echt wel even sterk en soms zelfs meer diepgaand zijn dan een offline connectie met iemand. In die zin, ik denk dat we dat allemaal al hebben meegemaakt, als pubers op MSN vroeger bijvoorbeeld, dat je bent aan het chatten met iemand en je ziet eigenlijk niet de reactie van de andere persoon. En dat kan er soms voor zorgen dat je eigenlijk veel sneller jouw geheimen gaat blootgeven. Omdat wij zitten hier nu live mm-hmm. tegen elkaar te spreken en ik hou eigenlijk de hele tijd jouw gezichtsmimiek in de gaten. Dus als ik iets ga vertellen waar ik me bijvoorbeeld een beetje voor schaam, het minste van jouw reactie gaat ervoor zorgen dat ik het toch niet ga vertellen of dat ik ga zeggen dat het maar een mopje was. Mm-hmm. Maar online kan ik die zaken niet zien. En dan kan het zijn dat ik eigenlijk jou iets heel persoonlijk ga vertellen, terwijl dat we elkaar nog maar 2 dagen of een week kennen. En dat is wel iets wat je ziet in die online relaties. Dat er toch wel een heel diepgaande band kan ontstaan. En
je hebt nu ook, wat meer en meer voorkomt op die dating-apps, is het fenomeen van ghosting. Dus iemand die plots het contact verbreekt. En dan zie je ook dat mensen zelfs die alleen maar online contact hadden en die dan geghost worden, dat die wel echt zoiets hebben van hey, dat was heel pijnlijk, want ik had daar eigenlijk al meer tegen verteld dan tegen mijn beste vriendinnen, bijvoorbeeld. Dus het online contact moet zeker niet onderdoen en offline contact. Nee, interessant vind ik. Heb je het gevoel dat corona daar misschien ook iets in veranderd heeft? Ik denk dat corona daar vooral iets aan veranderd heeft met de mensen die daarvoor eigenlijk helemaal niet graag of vaak aan online contact deden of met bellen. Ik heb bijvoorbeeld zelf vriendinnen die bellen haten, maar dan in corona ineens mensen beginnen te bellen omdat ze zo het contact missen. En dat zie je denk ik op die dating-apps ook wel. Nu, het is wel zo, met sms'en bijvoorbeeld, sommige mensen die haten dat echt super hard om berichtjes te sturen. Sommigen zeggen ook van ja, mijn duimen zijn gewoon te dik, dat duurt heel lang voordat mijn berichtje af is. Dus dat kan ook zijn dat jou totaal niet ligt. En dan is het interessant om te ontdekken van oh, ik kan misschien ook een spraakberichtje doen of oh, we kunnen ook een videochat doen. Of wat we ook hebben gezien dat meer gestegen is mensen die online spelletjes gaan beginnen spelen samen. Dus corona heeft dat denk ik ook zelfs voor groepen mensen een beetje geopend van oké, in plaats van dat we vrijdagavond op café zitten, gaan we gewoon met z'n allen in een game room en een spelletje spelen. Ja, nu dat het een beetje beter weer wordt, vandaag nog niet, maar toch binnenkort, en corona toch wel nog even zal blijven, hoe... Heb jij een idee van hoe mensen die online aan het daten zijn, hè, die dat dan toch de stap willen zetten om elkaar in het echt te leren kennen, hoe dat die omgaan met die maatregelen? Want je vertelde daar straks ook al van seksueel overdraagbare aandoeningen en corona, ja, dan maakt het allemaal wel nog spannender. Ja. Heb je een idee hoe dat mensen daarmee omgaan of best mee omgaan? Ja, het hangt. Ik denk dat persoonlijkheid op dat vlak ook gewoon heel veel meespeelt. Van er zijn meer risico's aan verbonden, wil ik het risico nemen. Maar zeker bij daten. Als je op date gaat met iemand, daar hangt ergens sowieso een soort spanning aan. Omdat je natuurlijk al hebt aangegeven aan elkaar, we zijn geïnteresseerd in elkaar, we hebben elkaar geliked, we hebben een match. Ik weet dat de andere persoon mij aantrekkelijk vindt, anders zouden we nooit die match gehad hebben. En dat brengt ook een soort van seksuele spanning met zich mee. Hè? Als je elkaar per ongeluk aanraakt of zo. Dat is natuurlijk heel anders dan met familie of met vrienden afspreken. Maar we weten ook dat bij mensen als iets niet mag, dat het dan nog aantrekkelijker wordt. Dus het zou wel eens goed kunnen dat het feit dat je eigenlijk niet zou mogen kussen of dat er een extra risico aan verbonden zit, dat dat net spannender maakt. Aan de andere kant... we weten, er zijn heel strenge maatregelen. De meeste mensen zien in hun omgeving dat sommigen zich daar heel goed aan kunnen houden, anderen iets minder goed. Maar bij daten heb je nog eens dat extra risico van, zeker op Tinder, hè, je weet van, oké, ik heb zelf morgen nog een andere date. Hoe zou het met deze persoon zijn? Heeft hij misschien ook weer een andere date? Dus er zit zo wat extra onzekerheid achter. En ik denk wel dat corona dan sommige mensen pusht om sneller die zekerheid te gaan opzoeken. Dus eigenlijk veel sneller dan normaal te willen gaan definiëren van wat zijn wij eigenlijk? Of hoeveel mensen zie jij eigenlijk nog? Terwijl dat iets is wat anders misschien een paar weken over zou gaan. Ja, en spelen dating apps dan ook een rol in dat gesprek? Dat je zegt van, we gaan definiëren wat dat wij zijn. Ja, ik heb wel zo iets gemerkt van gelijk... De Facebook-status veranderen, je relatiestatus, dat wordt zo'n beetje de nieuwe wedding ring genoemd. En ik merk zo bij mensen die elkaar op een dating-app hebben leren kennen, dat die ook op een bepaald moment het gesprek hebben van zeg, zit jij eigenlijk nog op een dating-app? En dan als een soort van symboliek samen gaan zitten om de apps te verwijderen. Zo van, dit is het einde van ons online dating-tijdperk, we gaan dit nu samen verwijderen en dan gaan we echt voor de volle 1000% voor elkaar. Ja. Je vertelt dan een beetje, tips om het veilig te, om het leuk te houden. Zijn er nog andere dingen waarop je zou letten van? Waarop je zegt, van let daar best op. Zal ik dat zeggen? Je weet natuurlijk nooit echt wie dat je voor je hebt. Hè? Ja. Natuurlijk, ja. Zo'n functie als een spraakbericht, videobellen, dat maakt daar wel veel... Dat verandert daar veel in. Ja. Ook natuurlijk, mensen die op Tinder zitten en je krijgt elkaars Instagram-account bijvoorbeeld, dan kan je ook wel een beetje aftoetsen van, hè, is die persoon echt of niet. Maar dan afspreken in het echt is dan toch nog iets anders. Hoe hou je het daar?
Of hoe zorg je daar voor jezelf, zal ik het zo zeggen? Ik denk, en zelfs nog voor het in het echt afspreken, wat we wel ook zien dat een enorme stijging heeft gehad, is het aantal scammers en mensen die gescamd zijn geweest. Ik weet niet of het er in België als cijfers zijn, maar ik weet dat wel in Nederland dat het echt om miljoenen euro's ging, hè, van mensen die iemand hebben geld gestort zonder eigenlijk die ooit in het echt gezien te hebben. En dan vraag je je af van, ja, hoe kan zoiets? Mm-hmm. Maar dat heeft een beetje te maken met wat ik jou al uitlegde, een beetje terug, van dat je eigenlijk online toch wel een heel diepe connectie kan aangaan. Dus mensen kunnen verliefd worden zonder dat ze iemand ooit gezien hebben. En zelfs zonder ooit een videochat gezien te hebben. Dus ze hebben dan een foto gekregen, maar ze weten eigenlijk niet dat dat helemaal niet die persoon is. En ze krijgen daar cadeautjes van. Dus die scammers, die gaan echt, hun eerste doel is om echt jouw vertrouwen te winnen. Dus ze gaan cadeautjes sturen, ze gaan heel vaak vragen hoe gaat het met jou. Zorg op momenten dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, dat zij er wel zijn. Maar als je merkt dat ze nooit kunnen afspreken, dat ze altijd last minute afzeggen als je afspreekt, dat ze ook altijd bepalen wanneer ze jou bellen en dat jij nooit de ander mag bellen, mm-hmm, omdat die nooit kan wanneer dat jij ineens belt, dan moeten er eigenlijk al een beetje belletjes gaan rinkelen van oké, dit is misschien helemaal niet de persoon die beweert dat die te zijn wie dat die is. Maar ik denk dat we allemaal weten, ook door Instagram te gebruiken, hoe makkelijk het is om filters te gebruiken, hoe makkelijk het is om... tegenwoordig kan iedereen wel goed met Photoshop overweg. Dus het is eigenlijk heel makkelijk geworden om jezelf als iemand heel anders voor te doen dan dat je in werkelijkheid bent. Dus als je afspreekt, natuurlijk probeer te videobellen of iets dergelijks, dan weet je ook meteen al hoe de stem klinkt en zo. Maar ook als je dan effectief afspreekt, proberen te doen op een openbare plek waar dat er veel sociale controle is. Ik denk dat dat nu vandaag de dag iets moeilijker is, omdat we niet op café kunnen gaan of niet op restaurant kunnen gaan en we eigenlijk alleen nog maar een wandelingetje kunnen maken, maar dan ook probeer op een treinstation af te spreken dat je weet van als het niet is wat ik had verwacht, kan ik mij ook gewoon omdraaien en weglopen. Dus echt wel zoek die sociale controle in de eerste afspraak wel een beetje op om jezelf veilig te kunnen stellen. Ja, oké, belangrijk. Je vertelde nu net ook al dat online contacten dat echt wel diepgaande connecties kunnen zijn. Hè. Als er nu misschien mensen zijn die stap niet willen zetten of niet kunnen zetten naar in het echt, omdat dus in een situatie die toelaat, of misschien met corona dat iemand geswiped hebt, kilometers ver, want ik las ergens dat je ook vertelde, toen ik me aan het voorbereiden was, dat Tinder de grensfunctie had opengezet of zoiets, dat je ook veel breder kon gaan, ja. Tinder heeft dus een normale betalende functie, Tinder Passport. En ik heb bijvoorbeeld al gehoord van iemand die voor zijn werk heel vaak naar het buitenland moest. En die had dan Tinder Passport. En dan kon die eigenlijk, als hij in België zat, al in New York swipen. Zodat als hij naar New York ging, dat hij eigenlijk al meteen een date had die avond. Of iemand had om mee op restaurant te gaan. Toen het corona was, zeker in het begin, heeft Tinder die functie voor een tijdje gratis gemaakt, dat iedereen die kon gebruiken. In die zin van, als stel dat je 's nachts om 3 uur hier in België, je kon niet slapen omdat je zorgen maakte dat je single was of dat corona was, dan kon je eigenlijk met iemand die in New York zat en op dat moment wel nog wakker was, eigenlijk al een gesprekje aangaan en daar over die situatie praten. Dus ik denk dat dat aan de ene kant wel leuk is. Aan de andere kant, long-distance relaties in tijden van corona zijn niet ideaal. Dus ik denk niet dat er echt iets fysiek uit is kunnen bloeien, natuurlijk. Nee, maar... Heb je dan een tip of kan je iets vertellen over hoe dat mensen dan best zo'n online relatie kunnen onderhouden? En kan dat voor mensen dan ook bevredigend zijn? Want je zegt, bijvoorbeeld het seksuele of het fysieke, dat kan dan niet. Maar het seksuele beleven mensen ook misschien al heel erg online. Op welke manier kan dat toch bevredigend zijn? Wat ik wel al heb gehoord is, en ook ken uit het onderzoek bij koppels in een lange afstandsrelatie, is die lange afstand, die dwingt jullie eigenlijk om alles bespreekbaar te maken. Omdat als jij... ik denk dat iedereen wel een voorbeeld kent van een koppel dat samen woont, maar eigenlijk geen connectie heeft, omdat er bijvoorbeeld niet gesproken wordt met elkaar. Zoiets ga je niet hebben in een lange afstandsrelatie, want als je niet spreekt met elkaar, is er niks.
Ja. Hè, want je hebt ook niet het fysieke contact. Je kan niet gewoon allebei samen tegen elkaar leuk in de zetel zitten, maar toch met iets anders bezig zijn. Nee, als je afspreekt met elkaar, is het om te praten, want meer kan je niet doen. Nu, daar zijn ook meer en meer technologische ontwikkelingen in. Met name Japan is daar denk ik een beetje de koploper. Dus er zijn al tools dat je bijvoorbeeld kan tongzoenen met elkaar van op afstand. Amai, speciaal. Dus ja, dan heb je eigenlijk allebei een soort mondje waar je dan je tong in moet steken. En dan voel je zogezegd de bewegingen van de andere persoon. Dus zo zijn er meer. En je hebt ook seksspeeltjes die van op afstand gecontroleerd kunnen worden. Hè. Dus er zijn wel meer en meer manieren om ook het seksuele aspect in die lange afstandsrelaties te krijgen. Maar dat is natuurlijk nooit helemaal hetzelfde als echt samen zijn. Ja, nee, eigenlijk. Dus er kan wel veel. Je hebt gewoon voor jezelf te beslissen. Ja. Of dat dit is wat je wilt. Ik ga nu even in de chat eens kijken welke vragen zijn binnengekomen. Jullie mogen trouwens nog steeds ook vragen insturen. Hè? Maar Hanne vraagt, denk jij dat relaties die voortkomen uit een online app al dan niet duurzamer zijn dan iemand offline leren kennen? Dat is een hele goede vraag van Hanne. Wat ik moeilijk vind om daaraan te zeggen, is ik kan er eigenlijk niks over zeggen, omdat er geen longitudinaal onderzoek over is. En wat ik daarmee wil zeggen is, online daten is redelijk nieuw. Als we echt kijken van het werd populair vanaf Tinder. Tinder was sinds 2014 een beetje ingeburgerd geraakt in Europa. Dus laten we zeggen dat de laatste 4 jaar online daten echt hip is geworden. En de relaties die daaruit zijn gekomen, die duren nu dan 4 à 5 jaar. Maar dan is het heel moeilijk om dat te gaan vergelijken met mensen die elkaar dan offline hebben leren kennen. En we kunnen moeilijk op basis van die 4 of 5 jaar gaan kunnen voorspellen dat die minstens ook 50 jaar gaan kunnen samenblijven. Wat ik wel denk, en dat hangt een beetje samen met wat ik had verteld van in hoeverre kunnen we online dating en offline dating van elkaar scheiden, volgens mij niet echt. En dat wil dat zeggen dat ze minstens even duurzaam zijn. Maar we zien vandaag de dag ook allemaal dat relaties niet meer zo duurzaam zijn als 50 jaar geleden, omdat onze normen in de maatschappij ook veranderd zijn. Als wij nu zeggen, we blijven samen tot de dood ons scheidt, betekent iets heel anders dan 100 jaar geleden, want we leven gewoon veel langer. En onze relaties kunnen daardoor soms wel 60 jaar duren en het is niet iedereen gegeven om die 60 jaar met dezelfde persoon te blijven. Ja. Hier is nog een vraag en die vraagt, ik denk de ELO-score, of ik weet niet meer wat het juist was, maar die score van Tinder, die aantrekkelijkheidsscore. Hier zegt iemand, die score verlaagt na 2 tot 3 weken. Is er een manier om de algoritme te omzeilen? Ja. En waarom verlaagt dat dan eigenlijk ook, vraag ja, ik me dus af. De ELO-score die verlaagt niet. Hè? Dus jouw score gaat hetzelfde blijven, tenzij dat je natuurlijk het algoritme gaat omzeilen. Maar wat hij bedoelt met wat verlaagt er, is de profielen die jij te zien krijgt. Dus in het begin krijg je interessante profielen, na een tijdje iets minder. Is er een manier om dat te omzeilen? Wel, een manier kan zijn om jouw swipegedrag aan te passen. Dus het zit zo. Op Tinder gaan we allemaal een beetje hoger mikken dan dat wij in de offline wereld zouden doen. Dan, aan de toog. Dus ik denk dat de meeste mensen wel van zichzelf een beetje kunnen inschatten hoe aantrekkelijk ze zijn. En meestal gaan mensen op iemand afstappen die ongeveer even aantrekkelijk is. Want als jij op café op iemand afstapt die veel aantrekkelijker is, is de kans om afgewezen te worden heel groot. Maar online kan je eigenlijk iedereen liken, want je voelt die afwijzingen op een andere manier. Tinder gaat jou alleen vertellen wanneer je een match hebt. En als je geen match hebt, dan krijg je gewoon nooit iets te weten. Ja, je krijgt geen nee. Nee, op je krijgt bord, niet ja. Heel droog van die en die en die zeiden allemaal nee tegen jou. Dus online gaan we veel sneller. Ja. We durven dan veel sneller mensen die eigenlijk veel aantrekkelijker zijn dan ons te liken. En mensen die even aantrekkelijk zijn, gaan we dan disliken of gaan we zeggen nee, jij niet. Dus ik denk de beste manier om het te gaan omzeilen is eigenlijk om juist niet al jouw likes aan die super aantrekkelijke mensen te gaan geven, maar juist daar een beter evenwicht in te gaan zoeken. En dan gaan die mensen een betere ELO-score krijgen en dan ga je ook weer andere profielen te zien krijgen. Ja, interessant. Ik merk dat, hè, als ik jou zou vertellen, dat als we ons een beetje bewust zijn van ons eigen gedrag, van die score aan de ene kant, en ook ons eigen gedrag, van dat we weten dat hoe meer we aan het swipen zijn, hoe kritischer we worden. Ook het feit dat we dan
ons zelfs hoger gaan inschatten vaak, hebben we het misschien toch een beetje wel. Allee, in de hand kunnen we onze ervaring met die apps ook wel positief beïnvloeden. Ja, ja. En dat is ook het mooie eraan, vind ik. Zeker als we het hebben over die motieven bijvoorbeeld. Die dating-apps hadden waarschijnlijk gedacht, oké, mensen gaan het gebruiken voor de liefde, mensen gaan het gebruiken voor de seks, maar ze hadden waarschijnlijk ook niet gedacht dat we het zouden gebruiken voor entertainment of aan ego-boosting te doen. Dus wij houden als gebruikers ook wel nog altijd een vorm van autonomie. We moeten ons gewoon bewust zijn dat er psychologische processen en algoritmes zijn die meesturen hoe wij ons gaan gedragen. Ja. En in die redenen waarom we die app gebruiken, dus je zei entertainment, ego-boosting, wat zijn nog zo van die motieven waarom mensen op dating-apps zitten? Ja, ik zal proberen, want ik ken niet de hele volgorde van buiten. Ja, exact, die dat er voor jou uitspringen, bijvoorbeeld. Dus op nummer 1 entertainment, op nummer 2 nieuwsgierigheid. Dus stel nu dat er iemand volgt, nu vanavond, die nog nooit over dating-apps heeft gehoord, dan zal die wel eens beginnen googlen vanavond. De derde, het puur het sociale. Ik gebruik het gewoon omdat ik nieuwe mensen wil leren kennen. Bijvoorbeeld, stel dat je net verhuisd bent en je kent nog niemand, dan kan het handig zijn om een dating-app te gebruiken. Of wat ik heel vaak hoor van studenten die ineens naar Leuven gaan of naar Gent of naar Antwerpen, die kennen daar nog niet zoveel mensen en die vinden het dan handig om een dating-app. Of in Brussel, de Europese wijk, daar wordt het ook heel vaak gebruikt. Dan wordt het meer als netwerken gezien. Op de vierde plaats stond de liefde, dus best nog wel redelijk hoog. Op de vijfde plaats stond ego-boosting. Oké, doet mij wel. Ik vind het fijn dat de liefde dan boven ego-boosting staat. Dat geeft mij hoop. Ja. Dus die stond eigenlijk best hoog. En dan had je nog andere dingen als leren flirten. Ah, ja. En dat was iets wat introverte mensen meer zeiden. Van, ja, ik gebruik het eigenlijk vooral om eens te kijken van hoe doe ik dat eigenlijk, zo het gesprek aangaan met iemand, welke mopjes werken. Zo. Ze vinden dat heel aangenaam dat er toch zo dat schermpje tussen zit. Dat ze niet zo echt op iemand moeten afstappen en meteen moeten weten wat dat ze zeggen, maar dat ze nog een beetje kunnen nadenken. Wat er ook was zo peer pressure, van ik wou er zelf niet op, maar mijn vriendinnen vonden dat ik te veel aan het zagen was over mijn ex. En die hebben een profiel voor mij gemaakt en nu zit ik dus op Tinder, maar dat was niet per se uit vrije wil. En dan vond ik het heel interessant dat casual sex, waarvoor iedereen eigenlijk dacht dat is de reden, want het wordt ook vaak hook-up apps genoemd of sex apps genoemd, stond eigenlijk op de 11e plaats. De 11e van de 13. Dus dat wil zeggen dat maar een klein groepje van gebruikers echt zei van ja, ik gebruik het voor casual sex. Terwijl een hele grote groep zei ja, ik gebruik het voor entertainment. Dus daar zie je wel heel grote verschillen in. Ja, ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik was ook jouw boek aan het lezen en ik las ook dat je daarin schreef dat we eigenlijk van elkaar veel hoger inschatten, dat aan casual sex doen, dat we dat eigenlijk van elkaar hoger inschatten dan dat echt is. Ja, dat klopt. Dus we denken, en zeker, ik denk dat de oudere generaties denken over jonge generaties op dit moment van ja, zeg, die weten niet meer hoe dat ze moeten daten, die hebben meteen seks. Maar als je dan kijkt naar de cijfers van de tieners en jonge twintigers op dit moment, dan hebben die helemaal niet zoveel seks of helemaal niet zoveel casual seks. Dus dat valt eigenlijk allemaal nog wel heel goed mee. Hier is nog een vraag. Iemand vraagt, heb jij tips voor mensen die bijna geen matches hebben en daardoor een beetje gefrustreerd raken? Want de zin om online te daten kan afnemen, maar ook je zelfvertrouwen, hè? Dat doet dat geen goed. Ja, dat is zeker een goeie. Zeker als we het gevoel hebben dat er heel veel keuze is en zelfs dan heb je bijna nooit matches, kan echt heel sterk jouw zelfvertrouwen aantasten. Ook goed om te weten, er zijn wel een paar studies die hebben gekeken van wat doet Tinder met ons welbevinden. Die hebben eigenlijk al aangetoond van als je echt op zoek bent naar een relatie, dat het jou eigenlijk ongelukkig kan maken. Zeker als je onsuccesvol bent, dus als je bijna nooit matches hebt. Tips die ik kan geven is om bijvoorbeeld is aan een vriend of een vriendin te vragen van kan je mij tips geven over hoe ik mezelf zou moeten voorstellen. Wat ik bijvoorbeeld zelf heb gezien binnen mijn eigen vriendenkring, zo ineens begonnen mijn mannelijke vrienden allemaal elkaars
foto's te liken op Facebook. En ik dacht van, hé, wat zijn die aan het doen? En dat was eigenlijk dat ze bij elkaar aangaven welke foto's goede Tinderfoto's waren. Zo van, op die foto sta jij goed. En dan merk ik wel zo, bij mannen bijvoorbeeld, vrouwen hebben vaker, zoals ze met vriendinnen zijn, dat ze zo wat fotoshoots doen en zo. Dus die hebben vaak heel veel keuzes van foto's en best wel mooie foto's, omdat ze daar ook meer mee bezig zijn. En mannen hebben vaak zo goed als geen foto of zo van die foto's. Zo ene ergens op een berg of die zo, dan zo kei-oud is of waar ze echt niet goed opstaan of met een zonnebril. Dus het is wel echt goed om te investeren in een goede foto, maar zorg ervoor dat het wel een realistische foto blijft. Ga geen filters gebruiken. Hè. Zorg dat je er echt wel uitziet zoals je bent. Maar zorg dat je duidelijk bent, hè, dat je, hè, zoals ik al zei, geen zonnebrilfoto's en zo hebt. Wat ook kan helpen is om in jouw bio dan wel iets te schrijven wat aantrekt, maar ook om bijvoorbeeld een vraag te zetten. Of iets in te zetten wat eigenlijk voor de persoon met wie dat je gematcht hebt, wel al een kapstok geeft om op te reageren. Ja. Dat is een hele goede tip. Nu dat je aan het vertellen was over die mannelijke vrienden die elkaar aan het helpen waren en dat je het daar straks had over peer pressure, vraag ik me eigenlijk af. Tinder, we gebruiken het dus als ze op toilet zitten. Ja. Is dat ook iets wat mensen soms als groep samen doen? Ja, dus dat hoorde eigenlijk ook uit. Tinder, entertainment en tijdverdrijf hoort een beetje samen. Nogmaals, we kunnen niet op café, helaas. Maar wat ik wel heel vaak hoorde, was bijvoorbeeld een groepje dat uitgaat en eentje daarvan is single en de rest niet. De rest die niet single is, is super benieuwd naar wat Tinder eigenlijk is. Dus die gaan redelijk snel de telefoon vragen en die beginnen te swipen. En die beginnen gesprekken te starten soms zelf. En dan die persoon die single is, die wordt de volgende dag wakker met superveel matches van mensen die eigenlijk helemaal niet wilt matchen. Dus die begint dan te onmatchen. Maar wat ook bestaat, zijn Tinder drinking games. Dus mensen die samenkomen, een Tinder-profiel openen, beginnen te swipen en zeggen van oké, als je een foto ziet van een meisje met een paard, dan moet je 3 shotjes drinken. Als je een foto ziet van een jongen die zo een gigantische vis vasthoudt, dan moet je 4 shotjes drinken. Dus zo van die zaken. Dus dat entertainment component zit er wel zeker in. Hier is nog een heel interessante vraag. Dat is, bij bepaalde dating sites, zoals Parship bijvoorbeeld, moeten vrouwen minder betalen dan mannen. En blijkbaar is dat ook het geval bij apps zoals Badoo. Mm-hmm. Wat is de reden daarvan? De reden is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat die hun inspiratie hebben gehaald bij de discotheken. Dus als je naar een discotheek gaat, is het ook vaak zo dat vrouwen gratis binnen mogen en dat mannen gaan betalen. Gewoon puur om de reden. Hoe komt het dat mannen willen gaan? Omdat er genoeg vrouwen zitten. Hoe kunnen ze zorgen dat er genoeg vrouwen zitten? Door ze niet te laten betalen. En hetzelfde is eigenlijk op die datingwebsites en apps. Vrouwen moeten vaak minder betalen, omdat de datingapps echt hun best doen om die vrouwen binnen te krijgen. Hetzelfde bij Tinder. Als ik al in het begin zei van ze willen het zo aangenaam mogelijk voor vrouwen maken, dat die het echt wel gaan willen gebruiken, dat die zich ook veilig genoeg voelen om het te gebruiken. Omdat ze beseffen van, ja, die mannen zullen wel betalen. We moeten eigenlijk, de vrouwen zijn eigenlijk de visjes waarmee, of het aas waarmee dat ze de visjes gaan lokken. Ja, ja en misschien een logische vraag, maar toch, ik wil die graag stellen, zeg dan. Het feit dat ze bijvoorbeeld een extra te doen voor die vrouwen of dat mannen iets meer moeten doen om lid te worden, heeft dat goede invloed op de kwaliteit van de mensen die je dan vindt op zo'n app? Of ja, kwaliteit, dat is nu heel cru gezegd, maar ik bedoel, het gaat bij mij over de soort schifting of de soort... Ja. Ik merk bijvoorbeeld zelf ook ooit al eens Tinder gedownload en dan zie ik, wow, wat staat zoveel mensen, totaal geen shifting gebeurd, zeg, dat is veel te veel. Ja, voilà. Ja, dat is wel een goeie die dat je nu zegt. En dat zeg ik soms ook tegen mensen die echt zeggen van, ik wil een partner. Het probleem met Tinder is, het is gratis voor iedereen. Iedereen mag het gebruiken, ook mensen die totaal andere bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld, wat ik heel gek vond, is wanneer dat het weer verkiezingen zijn, zie je ook ineens politici op Tinder. Die graag op die manier met hun kiezers, potentiële kiezers, contact maken. En die echt zeggen van, ja, we kunnen afspreken, dan kan ik jou over mijn verkiezingsprogramma vertellen. Je hebt ook reclamebureaus die een account op Tinder maken om een bepaald product te gaan promoten.
Dat is ook een voorbeeld in mijn boek. Zo hebben ze een keer een appel gepromoot en daar dan zo seksueel getinte berichtjes bij zetten en zo. Dus mensen zijn wel heel creatief. Maar als je dan echt op zoek bent naar iemand, kan dat juist voor ook heel veel frustratie en bagger zorgen. En dan kan het interessant zijn voor jou om te investeren in een platform waar andere mensen ook investeren. Want als vanaf het moment dat je gaat moeten betalen, dan hangt er eigenlijk al iets vanaf en dan ga je ook meer moeite doen. Dan ben je eigenlijk al voor een deel invested en dan ga je ook sneller echt willen gaan afspreken omdat je er geld in geïnvesteerd hebt. Dus je wilt er ook iets uithalen. Dus dan kan het wel interessant zijn om toch eens naar een betalend platform te kijken. Het nadeel daarvan is dan weer op die betaalde platformen heb je een kleinere pool. Dus kan het zijn dat je na een week eigenlijk al iedereen gezien hebt. Ja. En dat je dan denkt van, er zat niemand tussen voor mij en ja, nu heb ik hiervoor betaald, maar ja, het is niet, de vijver is niet interessant genoeg. Nee, oké, maar eigenlijk hoor ik wel dat je dan zou zeggen van die motief waarom we op dating-apps zitten, dat een betaalde app misschien dat eerste van entertainment er al uitschift en dat bijvoorbeeld een groep vrienden op café niet zo rap op een betalende app zo wat tijdverdrijf gaat doen. Ja, en je hebt ook natuurlijk iets meer jouw privacy en anonimiteit, omdat vanaf het moment dat je gaat betalen, moet je natuurlijk goed nalezen de gebruiksvoorwaarden. Maar vaak betekent dat dat je ook een deel betaalt voor de privacy van jouw gegevens. Okay. En dat is op Tinder bijvoorbeeld totaal niet het geval. Hè. Als je niet betaalt, dan kan iedereen eigenlijk zien of dat je erop zit of niet. Ja, ik vind het super interessant dat je dat zegt, want ik denk er zelf ook niet zo over na. Ik denk dat we daar allemaal soms niet zo over nadenken wat de motieven zijn van de mensen die app maken, die we dan gebruiken. Hier is nog een vraag van Elke en die zegt, hoe kan je in deze coronatijden besluiten dat je iemand die je via Tinder bijvoorbeeld leerde kennen, voldoende kent, zonder dat je die in verschillende contexten hebt gezien? Want ze zegt bijvoorbeeld, ik heb het gevoel dat ik veel informatie mis om een verdere stap te zetten in het daten, want ik heb die bijvoorbeeld niet gezien bij vrienden, bij familie op reis. Waar ik nu zelf persoonlijk aan denk, is bijvoorbeeld hoe dat iemand omgaat met een met een ober in een restaurant, wat voor mij heel belangrijk is en wat heel veel zegt, dat kan je nu eigenlijk niet aftoetsen. Nee, dat is waar. Dat is een hele goede opmerking. Ik zou daar eigenlijk zelf ook niet meteen het antwoord op weten. Ik denk aan één kant dat een voordeel is dat je juist van het begin iets meer quality time krijgt en daardoor een vorm van intimiteit hebt. Maar aan de andere kant inderdaad met veel vraagtekens zit van hoe is de band met zijn of haar familie? Welke rol heeft die in de vriendengroep? Dus ja, dat zijn eigenlijk zaken die je inderdaad een beetje moet afwachten totdat er meer mogelijk is. En ik kan me wel inbeelden dat dat ergens voor een soort frustratie volgt. Wat je wel kan doen, is proberen om dan online de vrienden te leren kennen, maar dat is ook niet voor iedereen even gemakkelijk. Hè? Dat is een heel ander soort interacties. Nee, het doet me nu net denken aan een gesprek dat ik met een vriend had onlangs en die zei ook, hij heeft een relatie met iemand die dan online heeft leren kennen en ik vroeg van, hoe gaat het? Hè? Hij zegt, alles gaat goed, maar we zullen zien na corona hoe het dan loopt, want nu makkelijk om af te spreken, de enige persoon om mee af te spreken is dan de partner. Je hebt s'avonds niet zoveel te doen, dus je spreekt al gauw af. Maar na corona, alle andere prioriteiten komen dan ook weer boven. Ja, dus inderdaad kan zijn dat je nu veel tijd hebt voor elkaar, maar na corona, dat je dan allebei zo terug met je vriendengroepen bezig bent, dat er heel weinig nog relatietijd overblijft. Ja. Ik ga dadelijk de laatste vraag stellen aan Elisabeth. Dus als je de laatste vraag die ik hier heb staan. Dus als je toch nog graag iets wilt stellen, een vraag wilt stellen in de chat, doe dat dan nu. En dan hebben we het er nog over. Hè. Ja. Maar hier is een vraag van Silke. En die vraagt, heb jij ook onderzoek gedaan naar hoe Tinder werkt bij niet-hetero mensen? Ik heb zelf mij meestal gefocust op het heteroseksuele aspect. Ook gewoon omdat als je onderzoek doet, moet je voor een deel ook afbakenen. Maar ik heb wel een paar collega's die zich echt specifiek met het niet-heteroseksuele aspect bezig hebben gehouden. Er is eigenlijk heel veel onderzoek over homoseksueel gebruik van dating-apps. Jammer genoeg over lesbische vrouwen is veel minder geweten. Ik ken ook denk ik maar 1 of 2 studies die daar specifiek over gaan. En je ziet dat eigenlijk ook in het aanbod. Voor mannen die op zoek zijn naar andere mannen heb je eigenlijk veel meer aanbod dan voor vrouwen die op zoek zijn naar andere vrouwen. En iets anders waar ik eigenlijk niet echt onderzoek naar gedaan heb, wat ik denk dat ook heel interessant is, is net het vriendschapaspect. Omdat je ook ziet, Bumble heeft bijvoorbeeld Bumble Friends.
Dus je ziet van, ook voor die vriendschappen is er meer en meer online mogelijkheden aan het komen. Ik weet alleen niet of dat daar hetzelfde verdienmodel voor is, hè, of dat mensen daar evenveel in willen investeren als in het vinden van een partner. Maar dat is ook wel een heel interessante shift om te zien hoe dat die evalueert. Ja, want je hebt zelfs op Bumble een businessformule, of ja, een business, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, feature, dus dat je eigenlijk ook zo kan netwerken. Ja, ja. Voilà, dat waren eigenlijk alle vragen die ik nu aan jou wou stellen. Is er iets wat je zelf nog graag wil vertellen, waarvan je denkt, hey, daar heb ik het nu nog niet over gehad en dat gaat wel interessant zijn voor iedereen thuis? Ik denk, mijn meest recente onderzoek ging over ghosting. Dus ik heb daar straks heel kort over gehad. Maar dat was eigenlijk hoe dat ik daarop was gekomen, was ik had interviews gedaan bij verschillende mensen over een dating-app gebruik. En wat mij opviel, was dat heel veel mensen, als ik vroeg van wat zijn de positieve ervaringen, wat zijn de negatieve ervaringen, er was één ervaring die bij iedereen voorkwam en dat was ghosting. En dat was ook hetgene wat iedereen echt benoemde van dit is zo pijnlijk en zo frustrerend aan dating-app gebruik. Voor sommige mensen ging het zelfs zo ver dat ze een beetje hun geloof in de mensheid verloren, omdat ze zoiets hadden van hoe kunnen mensen elkaar nu zo onrespectloos behandelen. Dus ik was eigenlijk benieuwd naar hoe komt dat eigenlijk dat ghosting echt zo'n terugkerend fenomeen is op die dating-apps. Ligt het aan ons? Of is het ook voor een deel te wijten aan die technologie? En dat brengt ons weer een beetje terug met het is heel gemakkelijk om te connecteren op die dating-apps, maar het is even gemakkelijk om te disconnecteren op die dating-apps. Dus eigenlijk werken die dating-apps dat zelf een beetje in de hand dat we elkaar gaan ghosten. Dat is ook zeker niet altijd bedoeld. Dus ik heb daar ook echt accidental ghosting, dus het per ongeluk ghosten van iemand, is wanneer dat je bijvoorbeeld afspreekt met elkaar. En je vond het wel fijn, maar je hebt zoiets van met deze persoon wil ik eigenlijk niet verder. En ja, een vriendschap onderhouden vind ik nu ook wel een beetje gek. Je komt thuis, je zegt op Tinder of op Bumble of weet ik veel welke app dat je gebruikt. Ja, het was heel fijn, maar voor mij mag het hier wel stoppen. Veel succes nog in je leven. Je stuurt dat berichtje en je denkt, ja, ik ga die match ook wel verwijderen, want dat is een beetje gek om dit gesprekje zo te laten staan. Dus je verwijdert de match. De andere persoon komt thuis, die pakt zijn smartphone om jou een berichtje te sturen en die ziet dat je verdwenen bent. En die heeft ook dat vorige bericht dan niet meer gezien. Ja, als jij de match verwijdert, dan verwijder je eigenlijk heel het gesprek. Dus voor die persoon is het dan echt van, maar wat een onbeschoft iemand is dat, die heeft mij nu niks laten weten. Ik had het gevoel dat het heel fijn was, dat het goed ging. En ik krijg eigenlijk helemaal geen verklaring. En dat is dan eerder het probleem van die technologie dan van onszelf. Ja, mag ik nu zelf nog aan denken? Wanneer zien mensen eigenlijk iets als ghosting? Want bijvoorbeeld, zeg nu, als ik nu met iemand, als mij vanavond iemand stuurt, hey, hoe is het? En ik zeg, hoe met u? En die antwoordt niet meer, dan heb ik niet het gevoel dat ik geghost ben. Nee. Hoe dat wij het echt gedefinieerd hebben, is wanneer dat je een fijn gesprek hebt met iemand, dat echt heel goed loopt, en dan de ander plots het contact verbreekt en je hebt helemaal geen idee waarom of hoe dat zoiets komt. Dus we hebben daar echt specifiek bij gezet van het is niet de bedoeling dat wanneer gesprekjes doodbloeden dat je dat als ghosting ziet. Hè? Als je echt merkt van langs beide kanten komt niks meer. Maar echt van je hebt weken aan een stuk zitten sturen en ineens is er radiostilte. En wat ik grappig vond is dat veel mensen hun eerste reactie is van er is iets gebeurd. Die ligt in het ziekenhuis, misschien is die gestorven, omdat je eigenlijk alleen maar die online dating-app connectie hebt en in de meeste gevallen bijvoorbeeld geen social media of nog geen nummers uitgewisseld of zo. Dus je weet eigenlijk heel weinig van die persoon, je hebt geen idee van het netwerk van die persoon. Dus het zou echt nog eens kunnen dat die overreden is of dat die een hartaanval heeft gehad of iets dergelijks. En dan gaan mensen beginnen zoeken op social media, kan ik iets vinden? En dan zien ze van, oh, ik heb die nu op Instagram gevonden. Ik zie dat die hier een story heeft gedeeld een uur geleden, terwijl die eigenlijk al 24 uur niks meer heeft gezegd. En dan begint het te dagen van, oké, ik ben geghost. En het moeilijke is, zeker als je het gevoel hebt dat het een heel fijn contact was, mensen hebben wel vaak een vorm van closure nodig om verder te kunnen gaan. Dus ze willen wel ergens een soort van verklaring
om te kunnen plaatsen wat er precies gebeurd is. Hè? Want je gaat heel hard aan jezelf beginnen twijfelen van heb ik iets fout gezegd? Misschien is dat gebeurd net nadat je een eerste videochat gehad hebt van oei, vond hij dan dat ik er zo lelijk uitzag? Of oei, vond hij mij misschien heel stom? Dus mensen hebben wel snel de neiging om dat echt bij zichzelf te gaan leggen. En dan kan het wel een invloed hebben op het zelfbeeld van mensen. Ja, oké. Okay. Dank je wel, Elisabeth. Super interessant. Ook dank je wel aan iedereen die thuis meevolgde. Dit was het webinar vandaag over online dating. Ik wil jullie zeker nog uitnodigen om de kanalen van Lala Love You in de gaten te houden. Jullie krijgen ook sowieso nog de replay, denk ik, van dit webinar, zodat je dat later nog opnieuw kan bekijken. Maar hou dus de kanalen van Lala Love You in de gaten, want ze werken ook aan een podcast die binnenkort gelanceerd wordt, waarin ze het onder andere gaan hebben over coronaliefdes, waar we het vandaag ook al wat over gehad hebben, en over liefdesverdriet. Dus voilà, dankjewel en een hele fijne avond.